is de ervaring van Jeroen. Ik had nog één woord. Welkom bij weer een nieuwe Review Recap. Met vandaag de nieuwe stokpaardjes van Samsung. De Samsung Galaxy S22 en de Samsung Galaxy S22 Ultra. Een testpanel van tweakers is uitvoerig aan de slag gegaan en hebben hun ervaringen in uitgebreide reviews beschreven. Misschien heb je even geen tijd om ze allemaal te lezen, dus bespreken we hier even kort de belangrijkste punten. Fijne. Hier zijn ze dan, de Samsung Galaxy S22 en de Samsung Galaxy S22 Ultra. En dit zijn onze reviewers. Laten we met de buitenkant beginnen. Beide toestellen hebben een Super HDR AMOLED scherm met een verversing van 120 Hz. Het scherm van de Galaxy S22 Ultra is 6,8 inch QHD plus Edge en van de Samsung Galaxy S22 6,1 inch FHD plus Flat. Beide gemaakt met Gorilla Glass Victus Plus. Hier zijn onze reviewers uitermate tevreden over. Reviewer Ragabash vindt het scherm een ongeëvenaarde eyecatcher. Crazy Bytes is onder de indruk van de kleurenweergave. En de eveneens lyrische Doruzi kon het scherm ook in fel zonlicht goed zien. Natuurlijk zijn er weer veel foto's gemaakt. Zoals je ziet zitten er op de achterkant bij beide toestellen een flink aantal lenzen. De Galaxy S22 heeft met een 50 megapixel groothoekcamera, een 12 megapixel ultra groothoekcamera, een 10 megapixel telelens en een 10 megapixel selfiecamera een uitmuntende indruk gemaakt. Zoomen, macro, night mode, tegenlicht of welke omstandigheid dan ook. Volgens Reviewer 36 druk je op het knopje en komt er direct een mooie foto of video uitrollen. Ragabash noemt zichzelf geen camera nerd, maar gezien de artistieke foto's in zijn review zijn we het daar niet helemaal mee eens. De Galaxy S22 Ultra heeft er zelfs een lensje bij. De groothoekcamera is hier 108 megapixel en hier zitten twee telelenzen op de achterkant met een 3x zoom en een 10x zoom. Hier zijn onze reviewers ook louter positief. Doruzi vindt het ook bij night mode erg indrukwekkend en schaart dit toestel op cameragebied bij de top van 2022. Het uitsteken van de camera's, dat stelt niet iedereen op prijs, maar dat doet natuurlijk niets af aan de kwaliteit. De Galaxy S22 en Galaxy S22 Ultra hebben de eerste Exynos 2200 4 nanometer processor in de buik zitten. Dus hoe gaat het met de performance? Hierover delen de reviewers niet dezelfde mening. Reviewer 36 vindt zijn Galaxy S22 lekker vlot, terwijl bij Next Gen Oscar en Ragabash de processor van hun Galaxy S22 op papier vlekkeloos door de test komt, maar in de praktijk nog wel eens last heeft van haperingen. Op de Galaxy S22 Ultra gaat het met gamen, YouTuben en films kijken bij Crazy Bytes sneller en soepeler dan hij gewend is. Is de ervaring van Jeroen vlekkeloos, maar mist het toestel van Doruzi souplesse. De vingerafdrukscanner van beide toestellen kunnen de reviewers waarderen. En de S22 Ultra heeft zelfs een subtiel ingebouwde S-pen. Met functies als Air Actions en het omzetten van krabbels naar leesbare tekst. Mithia vindt deze bijgeleverde stylus heerlijk en ook Doruzi heeft er met plezier gebruik van gemaakt. De Galaxy S22 heeft een accu van 3700 mAh, de Galaxy S22 Ultra een van 5000. De gebruikers van de Galaxy S22 zijn niet erg onder de indruk van de batterijduur. Ragabash komt er de dag niet mee door en ook Next Gen Oscar merkt dat de batterij het niet de hele dag volhoudt met de hoge performance van het toestel. De Galaxy S22 Ultra heeft een wat grotere batterij en dat valt ook op. Alle reviewers van de Ultra kunnen er makkelijk de tijd mee doorkomen. Gelukkig is er ook de snellaadfunctie. Die is verhoogd naar 45 watt voor supersnelle laadtijden. Reviewers van de Samsung Galaxy S22 en Galaxy S22 Ultra waren uitermate tevreden met de bouw, de indrukwekkende beeldschermen en camera's van deze twee toestellen. Qua performance is er over het algemeen positief gereageerd en viel die S-Pen van de S22 Ultra ook goed in de smaak.
Wel zorgde de accuduur van de gewone Galaxy S22 voor wat puntaftrek en is het bij de superieure Galaxy S22 Ultra eigenlijk alleen het hoge prijskaartje waar nog wat kanttekeningen bij staan. Dankjewel voor het kijken van deze review recap. Wil je nou de uitgebreide reviews nog lezen? Kijk dan even op de site en anders zie ik je gewoon weer terug bij de volgende recap. Doeg!